Nou, de reden waarom ik het programma ben gaan volgen is dat ik eigenlijk op zoek was naar weer wat verbreding, wat verdieping. Ja, deze opleiding sloot daar voor mij heel erg goed bij aan. Dus ik zag eigenlijk de uitnodiging ervoor en eigenlijk was ik meteen enthousiast. Ik wilde graag wat meer verdieping, met name op economisch en financieel en bedrijfskundig gebied. En ik geef al 15 jaar leiding, maar ik dacht, hier mis ik nog de een en ander. En ik heb een hele hoop opgestoken. Tijdens het programma ben ik gegroeid op een aantal vlakken. Dat is allereerst op inhoud. Je krijgt heel veel theorie en heel veel modellen mee. Daarnaast geeft het ook als persoon veel meer versteviging. Ik heb veel geleerd over health economics. Allerlei berekenkundige zaken rond keuzes die je moet maken in de zorg. Maar ook op microgebied, het opstellen van een balans, winst- en verliesrekening. Het maken van een begroting. Tegelijkertijd ook veel over governance, corporate governance, maar ook clinical governance. Vaardigheden worden meegegeven, is dat er ook in een groep heel veel expertise en kracht zit. Waardoor je met het klankborden met elkaar oefeningen deelt, ervaringen deelt, heel veel eigenlijk daar nog meer van leert. Nou, ik kan de studie aanbevelen. Ik heb met heel veel plezier gedaan, ik heb veel geleerd, ik heb mensen ontmoet en ik ben heel tevreden.